meerdere personen gewond zijn geraakt. Gruwelijke terreurdaad, gericht tegen onze gemeenschappelijke waarden van vrijheid, van gelijkwaardigheid. Staat die Frankrijk na de aanslag op Samuel Paty, tweede keer de tijd in het hart raakt. Ook gisteravond tijdens de hele Europese Raad daarover gesproken. En heel Europa deelt de afschuw over slachtoffers uit. Slachtoffers, nabestaanden, maar de hele Franse bevolking. Nederland staat schouder aan schouder met de Fransen om onze gezamenlijke waarden te beschermen. Ook binnen Nederland vinden we elkaar in afkeur inderdaad. Het is goed om vast te stellen dat verschillende organisaties, Kerkorgaan, Moslimse Overheid, Raad van Kerken, overleg Joden, Christenen en Moslims, deze terreurdaad hebben veroordeeld. Juist nu de elkaar bruggen. Uiteraard hebben we vandaag in de ministerraad ook uitgebreid bijgepraat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Afgelopen dinsdag was het persmoment en ook tijdens het Kamerdebat hebben Hugo de Jonge en ik gezegd dat we op een kruispunt staan. Het is nog te vroeg om te kunnen vaststellen wat het precieze effect is van de gedeeltelijke lockdown. Vandaag meldt het RIVM ruim 11.000 positief geteste personen, maar in dat cijfer zitten ook een aantal oude meldingen. We kunnen het effect van deze narapportage op dit moment niet precies kwantificeren. Als je daarvoor corrigeert, dan lijkt het aantal positief geteste personen de afgelopen dagen weer constant. Maar nogmaals, we moeten het echt nog heel precies kijken en even afwachten wat de komende dagen gebeurt. We zullen zeer nauwlettend in de gaten houden wat er gebeurt in de teststraten, ziekenhuizen. En we verwachten daar ook nu snel meer duidelijkheid over te krijgen. In principe is nu voorzien dat Hugo de Jonge en ik dinsdag dan weer een persconferentie geven en bij u terugmelden. Informeer over de stand van zaken. Laat weten of aanvullende maatregelen nodig zijn. De situatie met corona is in heel Europa ernstig. Bijna alle Europese landen geven de oplopende cijfers aanleiding tot echt heel forse maatregelen. We strijden op dit moment allemaal tegen hetzelfde virus, maar de situatie verschilt wel sterk per land. Daarom is het beleid wat betreft de dagelijkse bestrijding van het virus, epidemiologisch, virologisch, is inderdaad een nationale aangelegenheid. Maar het is tegelijkertijd van groot belang om ervaringen uit te wisselen, informatie met elkaar te delen, wat wel, wat niet werkt, en vervolgens ook te kijken wat we gezamenlijk kunnen doen, waar we coördinerend samen kunnen optreden, bijvoorbeeld op de aankoop en distributie van vaccins, de herkenning over de grenzen heen van testen, testaanpak, de aanpak van quarantaine. Daarom zijn die Europese vergaderingen ook zo belangrijk. Daar gaan we ook mee door. De komende tijd dat we, waar dat nuttig en nodig is, goed met elkaar kunnen samenwerken bij het bestrijden van het virus. Tot slot wil ik ook iets kort zeggen over de verschrikkelijke berichten op dit moment uit de Griekse Turkse regio, de Egeese Zee, de grote aardbeving. Ik dacht dat de laatste Amerikaanse berekeningen lieten zien een kracht van 7 op de schaal van Richter. Dus een hele een zware beving geweest. De eerste berichten komen nu binnen van schade, maar ook van slachtoffers. En we leven zeer mee met de Turken, we leven zeer mee met de Grieken. En als wij kunnen helpen, dan staan we daar onmiddellijk beschikbaar. Wie mag ik als eerste het woord geven? NOS. We kijken echt stap voor stap. We zijn nu eerst bezig te bezien of waar het op corona zelf gaat, dus virologisch en de verspreiding van het virus, er meer moet gebeuren dan we nu doen. Dat zullen we de komende dagen opnieuw maar oog hebben te zien. Nodig zullen we dat doen, zeker. Dat heeft zowel te maken met het nemen van de bocht. De laatste dagen de berichten heel gematigd wat positiever zijn. Maar vervolgens is er ook nog de vraag te beantwoorden, wil je de daling van het aantal besmettingen versnellen? Zijn er mogelijkheden voor? Wat is de schade die dat weer met zich meebrengt, economisch en maatschappelijk? Dat moet
tegen. Ik heb al iets gezegd afgelopen dinsdag bij het persmoment Sint Maarten en over Sinterklaas. Dat de verwachting is dat daar echt nog met de beperkingen zitten. Tenminste de beperkingen die er buiten, drie binnen. En het echt allemaal heel voorzichtig en precies. En niet staan zingen voor de deur ergens. Voor de wat verder weg liggende situatie, dus dan praat u over de kerstdagen, oudjaar. Ook het OMT-advies over de vakanties, daar komen we later op. Vraag u dat omdat eerste hulparts huidige vuur dan heb ik gezien, maar ik geef u het antwoord dat we dat echt allemaal stap voor stap moeten bekijken. Het is nu eind oktober. We hebben heel veel besluiten te nemen de komende tijd over heel veel zaken. De eerste plaats natuurlijk de situatie met de verspreiding van het virus. Volgens ook alle zaken die er achterweg komen, zoals de komende feestdagen, Sint Maarten, ja, morgen Halloween, maar dan Maarten, 11 november en 5 december Sinterklaas. Dat kunnen we nu ongeveer overzien en we zullen ook zo snel mogelijk komen met nadere berichten over kerst, oudjaar. Zeker. Morgen. Uiteraard. Alleen om daar ook serieus en goed antwoord en reactie op te geven, willen we dat allemaal stap voor stap heel goed in kaart brengen en daar weer op reageren en kijken wat is er nodig aanvullend op wat er al gebeurt. Wat een en ander besloten over de kerstviering, vuurwerk, wat daar eventueel meer nodig is, scherper kunnen worden ingeregeld, daar gaan we allemaal goed naar kijken. RTL. Ja, ik kan die vraag zo niet beantwoorden, omdat die natuurlijk gericht is op de situatie die vandaag in de media verscheen, dat er nog discussie is binnen KLM en wil voldoen aan de eisen die het kabinet heeft gesteld aan de steunoperatie. En die gesprekken binnen KLM zijn gaande. Ik weet dat men vandaag in spoed goed bijeen is gekomen dat de ernst van de situatie daar wordt begrepen, maar of het leidt tot verdedigende besluiten weet ik niet. En ik wil dat proces binnen KLM niet verder verstoren nu door die vraag wat u stelt, wat ik snap hoor, maar wij hebben als kabinet te maken met de onderneming en de ondernemer, dus de baas van de onderneming, dat is de CEO van KLM. En ik wil niet via de media praten met groepen binnen de KLM. Wij zeggen is, het kabinet namens de belastingbetaler bereid is heel fors steun te geven aan economische sectoren die het zwaar hebben. Horeca zijn, reisbranche zijn, theaters, de cultuursector, heel veel bedrijven in Nederland die het zwaar hebben. KLM kan rekenen op heel veel ondersteuning, bestaande regelingen en specifieke afspraken. Er staat wel tegenover dat we van iedereen ook vragen om al het mogelijke te doen om de onderneming ook zelf gezond te houden. Dat betekent dat we ook eisen stellen aan die steun. Eisen zijn bekend bij KLM, dus de vraag of men voldoen en wil voldoen. Dat proces wil ik niet verder verstoren. Anders dan te zeggen dat wij eisen niet voor niks hebben gesteld, omdat wij ook namens de belastingbetaler eerlijk vinden, alle sectoren bijdragen. Aansluitend begreep ik BNR. Ik heb niet zo goed waarom dit nu allemaal de laatste anderhalve dag voordat de deadline gesteld is voor het informeren van de Kamer opeens zo hoog kookt. Want het is best wel maanden, dus waarom is het nu opeens crisis toe en druk en verhaal in de pers? Ja, kijk, daar allemaal op ingaan op die vragen, die ik snap hoor, die helpen niet nu het proces binnen KLM. Mijn indruk is dat men daar de ernst voor ogen ziet. Dat ook leidt tot bevredigende besluiten, kan ik overzien. Echt een KLM. Organisaties die binnen KLM meedenken in de besluitvorming. Mogen duidelijk zijn dat het kabinet zeer hecht aan de voorwaarden die aan de steun. Maar uw vraag gaat in proces. En daar nu vragen in geven gaat. Leek overvallen door dat Telegraafbericht. Nogmaals, dat zou mij verbazen. Volgens mij de KLM precies waar erin zit. Maar meer wil ik er ook niet over zeggen, want dat helpt niet. Eén ding dan nog, is er een deadline? In ieder geval is duidelijk dat ze vaak schaam weer binnen.
Ja, en is dat het feit dus ook dat men bij de KLM vandaag een spoedzitting bijeen is, laat zien dat men dat. Dat er een deadline is. Ik ga ook daar verder niks over zeggen, want ik wil het proces binnen de onderneming echt. Maar nu over zeggen, komt daar dan ook binnen e-berichten of NOS, BNR, andere. En die kunnen dan daar aan tafel weer leiden tot extra zeggen, druk zou zijn op de gesprekken. Dat kan goed zijn. Ja. Volgens mij wordt die druk al heel goed gevoeld. Maar die kan ook leiden tot andere effecten die ik wil. Dus echt helder. Het kabinet hecht zeer aan eerlijke en faire handeling van alles. De belangen die zijn natuurlijk enorm groot. En ik kan me moeilijk voorstellen dat u nu vanwege de deadline aan de Tweede Kamer zo wil lopen dat KLM de rand kukelt. KLM weet hoe belangrijk wij de eisen vinden die wij stellen aan de onderneming. Zoals we dat ook alle bedrijven doen. We horen ook inzet bij voor ondernemingen om zelf alle mogelijke eigenlijk moeilijke situatie met corona te komen. Het gaat om vele tientallen miljarden de overheid breed in de economie steekt. En terecht zorgen dat zoveel mogelijk banen overeind. Natuurlijk ook de bedrijven, maar de eerste zorg is natuurlijk al die werkgelegenheid. Ook KLM is zich bewust het kabinet heeft, belasting met eerlijke manier. SBS. Veel mogelijk luisteren. Ja. Nou ja, ik ben bij mij om heel te kijken per dag en per minuut hoe de beweging is. Wel dat het terugloopt. Niet op dit moment de cijfers dat hier weer op het niveau zitten van juni, prijsverweging, lager dan. Prijsje. Medewerk. De ontwikkeling, wij nu zien dat het aantal prijsverwerkingen boven juni beweegt. Dat was begonnen met maatregelen te zichzelf ook wat past bij denken het hele pakket van 13 oktober aanvullend op het pakket van eind september realiseren in termen van het als in de modellen, het is een verwachting, het is een zekerheid, dat een verwachting die we er is altijd overal winst te behalen. Ik heb alle maatregelen uit van 100% compliance. We hebben Wouter Koolmees, Erik Wiebes, hebben gesproken met werkgevers en werknemers vorige week al. En ook zij hebben zich verplicht aan zijn werkgevers en werknemers alles aan te doen. Maar dat maar enigszins thuis te laten. Werkgevers te af. En vanuit werknemersorganisaties weer alles aan gedaan om dat verder te bevorderen. Wat je ziet is dat daadwerkelijk het aanwijsverweeg echt zichtbaar terugloopt. Nooit voldoende. Hè. Elke reisbeweging die niet nodig is, is veel. En er zijn reisbewegingen die niet nodig zijn. Wel dat het aantal terugloopt. Ja, loopt het een kaartje van. Zij die ook van, krijgen niet zo goed. Reisbeweging. De staartjes die wij zien, zie je dat op zichzelf, naar het algemene aantal bewegingen in Nederland, je ongeveer op het niveau zit van. In de aanleiding waar we nog extra maatregelen voor. Het enige wat je dan kunt zeggen tegen blijf thuis, punt. Ga niet meer naar kantoor, maar dat heeft ook ver gaan. Zeggen, werk zoveel mogelijk thuis. Volgende boodschap zijn blijf thuis. Fransen en de Spanjaarden hebben de periode maart, april. Je hebt ook gezien welke dreun dat is voor wat dat betekent. Het gevoel van vrijheid van mensen. We zijn bereid elke denkbare maatregel te nemen. Nodig is. Maar op dit moment zien we dat het pakket wat er ligt, even de eerste voorzichtige indicaties de spreiding van het virus gaat, nu geen aanleiding geeft vandaag of morgen om extra maatregelen. Aansluitend begrijp ik, Reuters.
Dat is goed verklaarbaar wat er niet precies goed ging. Het zijn verschillende dingen. Dus één groot IT-probleem. Er zijn een paar aansluitproblemen. En dat is altijd heel vervelend. RIVM werkte vreselijk hard met de GGD's. Om ervoor altijd helemaal te vermijden. Omdat verschillende systemen met elkaar communiceren. We kijken ook niet per dag naar de besmettingscijfers. En maakt op weekbasis inschatting. Hun analyse is te maken op basis van die weekcijfers. En als ik zeg dat wij ook kijken of de bocht nu wordt genomen, kijken wij ook niet per se naar die dagelijkse besmettingscijfers. Kijkt ook naar het percentage ettelijken. Teststraten komt, dat ligt dalend. Ontwikkeling. Je kijkt natuurlijk ook naar de situatie in de ziekenhuizen. Dag of twee, drie. Snel stijgend. Dat is ook een heel voorzichtig eerste positief signaal. Dat is early days. Ik weet het nog niet zeker. De komende dagen verder op studeren. Kijken of er meer nodig is om die bocht echt te nemen. Zelfs als dat niet nodig is, komt die tweede vraag aan de orde. Wat ze besprak dinsdag in het persmoment. Waar je de bocht wel aan het nemen zijn, nog zinvol om extra maatregelen te versneld de bocht naar beneden te maken. Blijf even op tweede rij. Aansluit het ook op corona. Verwacht u dinsdag helderheid te kunnen geven over het vakantieadvies? We proberen dat zo snel mogelijk. Maar ik heb geleerd in dit vak om pas definitief vast te leggen op het moment dat dat lukt. Omdat het buitengewoon complex is. Er hangt heel veel mee samen. Dat proberen wij zo snel mogelijk. Er ligt al dinsdag, maar ik kan daar geen zekerheid op. Ja, een ander open eindje is de horeca. Ik kan me voorstellen dat die met smacht wachten over. Richting de feestdagen gaat, met wel heropening of niet. Dat iets wat waar je druk voelt om daar helderheid over te schaffen? Uiteraard wil ik het liefst dat iedereen nu, as we speak, weer open kan, maar dat kan niet. Ja, het is niet een probleem, dit is het virus. Dus maatregelen nemen nodig zijn om de verspreiding van het virus onder controle te houden. En wat wij dinsdag hebben gezegd is dat je door je oogharen kijkend naar de ontwikkeling van de cijfers, nu geen reden is om extra maatregelen te nemen. En dat als je nu extra maatregelen zou nemen, zou het huidige pakket voldoende werken. Dat weet je pas de komende dagen echt zeker. Dan zal het ook niet leiden tot een minder hoge piek in de ziekenhuizen of verschuiving van de piek. Kan wel dienstig zijn om extra's te doen, versneld de cijfers omlaag te krijgen. Maar ook daar zijn de mogelijkheden beperkt en dat heeft natuurlijk ook weer effecten. Ik snap heel goed dat de horeca schrikt van zo'n bericht. Dat het heel wel denkbaar is dat dat pakket niet 4 weken duurt, maar langer. Dat het misschien zelfs wel eind december ingaat. Maar of dat definitief zo is en ver dan, dat is op dit moment echt niet te zeggen. Dus Jong en ik hebben ons voorgenomen vanaf het begin van de crisis om als we iets weten, eerst de indicatie hebben van hoe het zich gaat ontwikkelen, dat ook te delen met Nederland. Achterhouden. Op dit moment is er niks zekers te zeggen over, werkt dit pakket, moet er meer? Snel te laten werken, heeft dat zin, wat zijn de effecten daarvan bij, beweging, maar dus ook niet over de vraag, hoe lang precies dan dit pakket nodig is. Is het reële te denken dat die vraag pas begin december weer op tafel komt? Dan, nee, dat denk ik niet. Ik denk eerder, fors eerder, maar dat zullen we ook echt per week moeten bekijken. Hoeveel tijd verschaft u zichzelf om te beoordelen of het bestendig genoeg is, als we de bocht hebben genomen? Ja, de eerste vraag is inderdaad, moet je nu extra dingen doen omdat de aantallen echt weer aan het stijgen zijn? Ja, op dit moment lijkt dat dus niet nodig. En de cijfers nu kijkt van de afgelopen dagen in ziekenhuizen, percentage besmettelijken uit de teststraten, ook een zekere stabilisatie dagelijks gemelde aantal mensen. Maar nogmaals, dat zullen we de komende dagen verder moeten bezien. Daar hopen we echt wel meer zicht op te hebben zondag, maandag, dinsdag. Maar nogmaals, dan komen die andere vragen erachter. Hoe lang heb je dit pakket nodig? Want je zult uiteindelijk toe moeten, ja, idealiter naar 3 IC-opnames per dag. 1200 besmette mensen per dag. Dat zijn 7 besmettingen per 100.000 per dag, is 50 per week. Hè. Dat is een enorm, zeg maar, routekaart die we gemaakt hebben in dat eerste kwadrant. Hè. 50 besmettingen per week. Daar zit natuurlijk nog heel ver vanaf. Dan komt de volgende vraag, kun je pas versoepelen als je daar helemaal zit? Of zeg je nee, als die trend helemaal de goede kant op gaat en je gaat richting de signaalwaarde van 10 IC-opnames per dag, is er dan al wat ruimte om keuzes die we moeten maken. Maar tegen de achtergrond van al die feiten, en als je kijkt hoe die cijfers zich ontwikkelen, hebben we wel gezegd dinsdag, het is
niet waarschijnlijk dat je half november al kunt soepelen. Dat was natuurlijk de achting die we hebben uitgesproken zonder daar al besluit over te nemen. Dinsdag, waar de horeca, snap ik heel goed, van geschrokken is. Ja, die zullen erg. Ja, weet je, het is niet de tijd, helaas. Kijk wat er nu gebeurt in Frankrijk en in Duitsland en andere landen. Op dit moment in België speelt. Om beide boodschappen te brengen, dat is vreselijk. Echt schrikkelijk, maar dat is. We zullen erg hopen dat u van die school bent dat als het richting die eerste kolom gaat, dat er dan oversoepelingen komen. Er zijn geen scholen hoor. Het is een kwestie van wat is verstandig. En dan zullen we ook moeten leren van de versoepelingen uit mei, juni. Dat we ook hebben gezien natuurlijk dat na die versoepelingen het aantal besmettingen toch weer ging oplopen. Nou, we hebben inmiddels de routekaart. We kunnen nu veel preciezer regionaal ingrijpen. Allemaal veel meer ervaring met het virus, maar heel Europa lopen de aantallen enorm op. In Duitsland verdubbelt het nu iedere week. Razend tempo in Duitsland. Frankrijk en Spanje zitten op dit moment 50.000 per dag. Dat zijn enorme aantallen. Dus België is natuurlijk normaal op dit moment weer zorgelijk. Ook kijk naar de situatie in de ziekenhuizen. Dus van andere. Blijf even op de tweede rij. Ronden we daarna af met NOS. Toch nog even over het vakantie. De raadt u aan. Reizen naar je gebieden en ook nog. Neigt u daar? Meestal neemt u over. De OMT gaat een stapje verder. De OMT zegt volgens mij niet naar het buitenland gaan. Ja, helemaal. Niet naar oranje gebied. Zegt gewoon, acht of het geel of rood, wat het voor kleurtje ook heeft, ga niet naar het buitenland voor vakantierijden. Dat zegt de OMT feitelijk. Nee, ik vind altijd dat ik moet berichten als we besluiten speculeren. Waar laat u dat dan van afhangen? Dat hoort u allemaal als een besluit nemen. Geen zin om daar aanloop naar een besluit over te speculeren. Dat is ook. Ja, dat is ook. Nu, Peter, deze kwestie en daarna gaan we door naar NOS en Rommelwaf. Dat was meer een algemene vraag. Is het nou slim om op reis te gaan of niet? En is het slim als je, vraag dacht ik ergens in april, om Pinksteren in mei ergens een reisje te boeken? Toen ik dacht, ja, dat kan ik niet inschatten. Ik kan bepalen dat ik dan op oranje of rood sta. Nu is er een andere situatie, dat er een strakker OMT-advies is. Ja, maar tegelijkertijd is het ook zo. Maar laat me het zo vragen. Als je dan terugkijkt op die tijd en ook op. Is dat verstandig geweest? Het was een andere context. Ik ben altijd, dat weet u, de laatste week dacht ik ook in de Kamer laten zien, echt bereid om als fout te maken, in mijn ogen, dat ook dat te bedoelen. En oprecht niet dat daar een fout was. Wel, de vraag was, ik dacht april, eind maart over Pasen, of het was in april over Pinksteren. Nakijk, want er was er zo'n vraag, wat verwacht je nou? Stel nou dat gebieden toch naar oranje gaan en je hebt een reis geboekt, dan kun je een reis, wat is je advies? Kijk, ja, weet je, volg de reisadviezen, steeds het advies. Reisadviezen, en ga niet naar oranje gebieden toe voor vakantiereizen. Oranje reizen betekent, ik het alleen noodzakelijke reizen. Vakantie. En als je dat toch doet en je komt terug, moet je in quarantaine. Maar ik kan op dit moment, hè, waar gebieden in Europa nog op geel, nog maar weinig. En nu zo vragen, is het verstandig naar Zweden te gaan, waar nog heel veel op geel staat? Daar is jij. Klopt dat? Is het nu slim om erheen te gaan, meneer Rutte? Dan is mijn antwoord, ja, sorry, jezelf bepalen. Je loopt altijd het risico dat zo'n gebied weer op oranje gaat en geld kwijt of deels je geld kwijt. Ik ben geen vakantieman. Hè. Dit is bom de vakantieman. Nu speelt er iets anders, namelijk of in het kader van de verspreiding van het virus, los even van de reisadviezen, het überhaupt verstandig is om naar het buitenland te gaan. NOS. Premier Rutte, ik wil graag nog even preluderen op een besluit wat u kenbaar wil. U heeft vaak uitgelegd dat u verschillende rollen niet wilt vermengen. U staat hier als premier en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of deze premier ambities heeft om terug te keren als premier. U hoort op enig moment wat mijn besluit is. U hoort op enig moment mijn besluit. Dank jullie wel. Een heel goed weekend allemaal. Goed weekend.